36 dagen oorlog en mensen wennen er al aan. Dat zijn de woorden die bij mij zijn blijven hangen. Mensen wennen er al aan. Maar niet de mensen die nog iedere dag moeten vrezen voor hun leven. Of die moeten vrezen voor het leven van hun familieleden. En de kille waarheid is dat zolang deze oorlog, maar hoe lang die duurt, dat het zal gaan wennen. Dat er andere onderwerpen op de agenda komen. En het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om dat niet te laten gebeuren. Deze oorlog is niet snel afgelopen, helaas. Het is een marathon. Rusland zal ons testen. Het uithoudingsvermogen. En wij, als we onze woorden echt menen en naast de Oekraïners staan, dan moeten we er stappen bij zetten. Zo snel mogelijk. Zij vechten daar met gevaar voor eigen leven, voor hun vrijheid en die van ons. En dat vraagt een grotere inzet. En vraagt ook om opoffering hier, die in geen contrast staat tot wat de Oekraïners zelf doen. Zelensky die riep ook op om te stoppen met de handel met Rusland. Om te stoppen met de import van fossiele brandstoffen. Dat gaat een enorme impact hebben op onze economie. Dat gaat een enorme impact hebben op onze levens. Maar de impact die dat op ons heeft is nog maar een fractie van wat de mensen in Oekraïne meemaken. En als het wat ons echt menens is, dat de afstand tussen Kiev en Den Haag even weg is, dan pakken we hierop door. Ongeacht de consequenties die dat economisch voor ons heeft. Ik zag een staartje over hoeveel geld we nu uitgeven. Het kwam uit de New York Times. Dat we sinds de oorlog is begonnen niet minder geld naar Rusland zijn gaan sturen voor de inkoop van fossiele brandstoffen, maar meer. En dat geld wordt rechtstreeks gebruikt om wapens te kunnen kopen, om in te zetten in Oekraïne. En dat moet stoppen. Voorzitter, ik heb één motie die ik graag wil voorlezen. De Kamer hoort de beraadslaging. Overwegende dat in Duitsland op 25 maart een plan is gepresenteerd waarin de afbouw van Russische fossiele energie is beschreven, verzoekt het kabinet om voor 1 mei ook een concreet afbouwplan te presenteren aan de Kamer, waarin de Nederlandse afbouw van Russisch olie, gas en kolen staat beschreven, inclusief een bijbehorend tijdpact, en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega Piri. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Ceder, ChristenUnie. Ja? Al mijn PvdA-collega's zijn me even dier, maar hij is mede ondertekend door collega Ploemen. Okay. Gaat u gang. Voorzitter, wennen we er al aan? De beelden van oorlog, vluchtelingen die huis en haard moeten verlaten en beelden van totaal verwoest.